Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een IKEA-shoplog voor je. Ik ben laatst naar de IKEA geweest en ik heb daar weer eventjes wat dingetjes gekocht. Ik had weer al dingetjes op het lijstje staan die ik daar graag vandaan wilde hebben. Dus die heb ik gekocht, dus ik ben weer goed geslaagd. En ik ga je laten zien welke spulletjes ik heb gekocht. Mocht je benieuwd zijn wat ik heb gekocht, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. De prijzen ga ik zoals altijd in beeld neerzetten. Dus mocht je benieuwd zijn wat iets heeft gekost, vind je dat dus in beeld. Ik ga beginnen met dit item en dat is een plankje. Dit is een plankje voor fotolijstjes. Ik heb hem in het roze gekocht. Ik heb al meerdere van dit soort plankjes en ik gebruik ze momenteel eigenlijk allemaal voor mijn parfum. Want je kunt er niet alleen fotolijstjes op zetten, ook parfum past er prima op. Maar deze heb ik wel echt gekocht voor fotolijstjes. Ik wilde eigenlijk een wand maken met fotolijstjes. Ja, omdat ik dat toch wel leuk vond. Met foto's erin van dierbare mensen. En toen dacht ik, ja, dat ga ik doen. En toen zag ik dit roze deze roze en die vond ik echt fantastisch. Omdat ik roze accenten heb in huis, dacht ik, ik ga voor de roze. Daar ben ik heel blij mee. Ik heb het ook al eventjes een beetje gematcht en zo. Dus die ga ik dan lekker weer ophangen in de kamer. En dan ga ik een fotolijstje opzetten. Ik had ze natuurlijk ook gewoon aan de muur kunnen hangen. Maar dat vond ik op de een of andere manier toch niet zo heel erg leuk staan. Dan vond ik het toch in combinatie met dit roze houdertje leuker staan. Dan heb ik dit plankje gekocht en het is eigenlijk zo'n heel handig plankje, wat ik zelf altijd een heel handig systeem vind. Als het goed is kun je deze gewoon in de muur duwen naar aanleiding van die beugels. Tenminste, zo werkte dat altijd. Ik moet even kijken hoe het precies zit, maar er zit gelukkig een omschrijving bij, maar zo werd hij altijd omschreven. Dit zijn dus van die zwevende plankjes eigenlijk en ik wilde deze in de slaapkamer ophangen. Ik wilde deze gaan gebruiken om mijn nagellak remover op te zetten, maar ook de remover voor mijn make-up, want ik heb het nu allemaal in de douche staan. Ik vind het eigenlijk ook wel lekker om mijn make-up gewoon eraf te halen bij de kaptafel, maar daar heb ik gewoon niet zoveel plek om dat op te zetten. Ik had laatst bijvoorbeeld ook van die hele handige pads gekocht met zo'n doosje op AliExpress en ja, daar wilde ik eigenlijk gewoon een mooi plekje voor hebben. Dus toen dacht ik, ik neem gewoon zo'n plankje, die hang ik dan naast de beautyhoek op en dan kan ik daar mooi weer wat spullen op kwijt. Ik heb de zwarte genomen. Dus ja, als het goed is dat dus zo'n systeem wat je in de muur drukt. Maar daar kom ik nu eventjes niet uit. Maar dat gaat Gigant uiteindelijk wel goed komen. Want, oh ja, ik zie het al. Volgens mij moet je dit eruit halen. Maar oké, dus even weer zo'n plankje. Volgens mij hadden ze hem ook in het wit, als ik me niet vergis. Maar dat weet ik niet helemaal zeker meer. Maar ik heb gewoon een zwarte gekozen, want er hing ook al een zwarte. Dan heb ik, ja, dat had ik even in een krant gestopt, want dat vind ik, ik had er dus niet ingepakt. Een schaal gekocht. Hij is roze. Het is deze schaal. Dit is eigenlijk zo'n soort van serveerschaal. Is de buitenkant roze. De binnenkant is wit met stipjes. Ik vind dit van die makkelijke schalen voor als je bijvoorbeeld frietjes eet. Zodat je die frietjes eet in de schaal kan doen. Even wat zout op kan doen. En dat je ze gewoon even goed door kan schudden. Maar ze zijn ook gewoon handig om je chips in te serveren. Of bijvoorbeeld een verjaardag of wat dan ook. Of hapjes. Ja, je kunt er misschien ook je sla in klaarmaken. Het is net waar je hem voor wilt gebruiken. Maar ik vond deze wel heel erg leuk omdat hij roze was. En ik dacht, ja, dat past ook gewoon eigenlijk helemaal bij mijn hele serviesgoed. Dus deze roze schaal met stipjes aan de binnenkant. Daar ben ik ook heel blij mee. Ik stop hem even terug in de krant. Ik moet hem even afwassen. Maar ik ben anders zo bang dat er wat mee gebeurt. Dan heb ik dit item gekocht. En dit zijn twee schaaltjes. Hiervan zal ik even een plaatje in beeld neerzetten, want ze zitten nu nog in het doosje. Maar het zijn twee roze schaaltjes en je kunt ze ook in de oven doen. Als je bijvoorbeeld eten wilt opwarmen of zo. Maar ik vond deze wel ook wel heel erg handig om bijvoorbeeld wat hapjes in te serveren op een verjaardag of eventueel noedels uit te eten. Er zitten ook dekseltjes bij. Je had ze in twee kleuren, maar uiteraard ben ik voor de roze gegaan. Er staan vier afbeeldingen op. Ze kunnen in de vaatwasser. Dan is er een oven en een magnetron. Alleen die middelste, deze, die kan ik niet thuis brengen wat dat is. Ik heb geen idee, maar het zijn in ieder geval weer schaaltjes
En ik vond ze er gewoon heel leuk uitzien. Ik heb ze dus ook nog niet echt bekeken. Ja, ik heb ze echt in de winkel gezien hoor. Maar ik heb ze nog niet uit het doosje gehad. Maar dat wil ik zeggen, ik ga dit soort dingen eerst afwassen voordat ik ze netjes in mijn kast opzet. Opberg, want dat vind ik toch wat frisser op de een of andere manier. Dan ga ik even naar een item. En dat is een koker. En dan denk je vast, wat zit hierin? Het is een poster. Het is deze poster met lippenstiften. Ook hiervan zal ik anders nog even een plaatje in beeld nu zetten. En dan doe ik hem gelijk eventjes met wat het worden moet. Want hier gaat dus nog wat omheen. Dit is een poster. En ik had deze al een tijdje gezien. En ik dacht in eerste instantie dat het een schilderij was. Maar het bleek dus een poster die je zelf in elkaar kon zetten. En ik vond dit er heel leuk uitzien omdat er lippenstift op staat. Nou ja, ik ben een beautymeisje, dus het paste wel bij mij. Maar het heeft me altijd een beetje tegengehouden om deze te kopen. Want ik vond de prijs stond me toen gewoon niet helemaal aan. Ik dacht, nou ja, vind ik toch wel veel geld. Nu was hij afgeprijsd, want het was zo'n laatste kansartikel. En toen dacht ik, nou, dan moet ik toch de kans maar pakken. Want hij is toch al die tijd best wel in mijn hoofd blijven zitten. En ik zag dit voor me voor boven mijn bed. Om boven mijn bed te hangen. Ik snap het, als het helemaal je stijl niet is, dat je denkt, wat is het verschrikkelijk. Dat mag iedereen ook lekker voor zichzelf weten. Ik vond het in ieder geval heel tof, omdat ik dus heel erg veel van lipsticks hou. En je hebt er heel veel. Dus dat is deze. Daar ben ik wel heel blij mee. En daar hoort dus ook deze bij. En daarom zal ik ook eventjes... Dit is dus de houder. Hij is zwart. Het is een zwarte houder. Daar kun je dus die poster in doen. Je had hem in twee maten, want je hebt dus ook verschillende maten posters. Je moet deze hebben. Je koopt ze los van elkaar. Dus wat op zich wel handig is, zou je zo'n poster zat zijn. Je kunt er dus altijd weer een nieuwe in doen, omdat je zo'n poster los kunt kopen. Maar je moet hem dus zelf in elkaar zetten en dan ophangen. Maar ik vond hem wel heel erg leuk. Dus je had hem ook in het zilver, maar ik heb dus de zwarte gekozen. Dus dat zijn eigenlijk een soort van posterschilderij die ik dus heb gekocht. Dan een basic item die je al vaker hebt zien terug kunnen komen in mijn IKEA shoplog. Dit is zo'n hoes. En daar kun je dus afval in bewaren. Ik heb er zelf in huis al drie hangen. Ik heb er eentje voor mijn oud papier. Ik heb er boven een aantal hangen voor flessen. En ik heb nu weer een kleintje gekocht voor de blikjes. Want we moeten natuurlijk die blikjes verzamelen. Ik heb het nu in zo'n plastic zakje hangen. Dat vind ik ook niet alles. Dus ik dacht, nou weet je wat, ik hou gewoon weer even zo'n hoes. En dan ga ik het daarin doen, zo'n zak eigenlijk. Ik weet eigenlijk niet of je ze kunt wassen. Nee, je kunt ze niet wassen. Dus ik zal er wel eventjes een zakje in moeten doen. Omdat die blikjes nog wel eens na willen lekken. Je hebt ze in twee maten. Ik heb nu een kleintje meegenomen. Want ik dacht, ja weet je. Hij moet in de keuken hangen. Vind ik zo'n grote gewoon niet zo heel erg praktisch. Maar je hebt hem dus ook in een groter formaat. Hier zit dan gewoon zo'n hoes in. Of de zak in. En die kun je gewoon ophangen. En dan kun je dus gewoon je... of je afval of blikjes. Ik denk niet dat ik zou het niet aanraden om hier echt, echt je restafval in te doen. Om het maar even zo te zeggen. Want dat gaat natuurlijk hartstikke stinken. Maar echt voor flessen en zo of oud papier vind ik ze ideaal. Dan heb ik een aantal fotolijstjes gekocht. En ik heb vier van deze gekocht. Het zijn de basic zwarte fotolijstjes. Je had ook hele mooie roze fotolijstjes. Daar heb ik bij staan kijken. Die heb ik even gematcht met het plankje. En het was eigenlijk een mismatch. Het matchte niet, want het was eigenlijk niet echt een hele mooie roze kleur die bij het plankje kon. Dan had ik moeten zeggen, ik kies een zwart plankje met bijvoorbeeld roze fotolijstjes. Maar toen heb ik gekozen voor zwarte fotolijstjes. Dit is niet echt glas wat hierin zit. Het is een soort van plastic. Maar op zich vind ik dat met katten niet zo heel erg. Want stel dat mijn katten bij die plank zouden komen, ze zouden een fotolijstje omstoten, is niet gelijk het hele glas kapot. Ik heb het van de 10 bij 15. Ik heb er 4 gekocht. Ik had dit al in mijn hoofd, maar helemaal na het aanleiden van het overlijden van mijn opa wilde ik natuurlijk dit helemaal gewoon even goed regelen. Dus eigenlijk nog sneller. Dus ik heb er 4 gekocht. In eerste instantie eentje voor mijn opa. Voor mijn oma en voor mijn twee nichtjes. Ik heb daar met mijn ene nichtje, daar moet ik nog een keer een fotootje mee maken. Dus die kan ik er sowieso nog niet in doen. Maar in ieder geval kan ik die van mijn opa en oma dan alvast wel doen. Dan heb ik deze gekocht. En dit is gewoon
een staartje. En ik had altijd al zo'n staartje. Die had ik in de wc heb ik die hangen. Het is een oranje. Het is ook niet de allermooiste kleur. En die had nog wat herinneringen waarvan ik alles een beetje aan het opruimen ben, die herinneringen. Dus ik dacht, eigenlijk wil ik gewoon een nieuwe. Ik vind op zich dit ding vond ik prima. En dan had hij eigenlijk dat ze een roze hadden. Die hadden ze niet, maar ze hadden wel een zwart. Dus ik dacht, nou weet je, neem ik lekker een zwartje mee. Heb ik in ieder geval nu een kat of hondenstaartje wat ik zelf heb uitgekozen. En dan kan ik van die andere weer afscheid nemen. Dus daar hang ik dan mijn handdoekje aan op. Dus hier hang je dan gewoon je handdoekje aan op. En dat staat wel grappig. Ik vind het wel gewoon een grappig iets in de wc. Dan heb ik zo'n flesje gekocht. En dit is zo'n isoleerflesje. En ik heb wel een hele mooie grote. Die vind ik heel fijn. Maar vind ik niet zo praktisch om mee te nemen. Dus als ik weer eens een keer mijn grote tas mee heb, dan vind ik het gewoon makkelijk als daar een klein flesje in kan. En ik vond dit wel zo'n formaatje waar je vroeger ook die spaakflesjes van had, zeg maar. Dus ik wilde eigenlijk gewoon een kleintje die ik makkelijker in mijn tas kon stoppen. Voor als ik gewoon bijvoorbeeld geen rugtas of iets mee hoef te nemen. Dus toen zag ik deze staan, toen heb ik deze gewoon meegenomen. En die houd je drinken gewoon of warm of koud. Dus nou prima gewoon voor als ik een keertje mijn grote tas mee heb, kan er in ieder geval een flesje in. Omdat ik niet van die wegwerpflesjes wil gebruiken. En de andere flessen die ik heb, die zijn gewoon te groot. Die passen gewoon niet makkelijk in die tas. En deze wel. Dan heb ik 4 van deze glazen gekocht en ik had al 2 van deze glazen en die vind ik heel erg fijn, maar ik vond 2 toch wel een beetje weinig. Dus ik dacht, weet je wat, ik haal er een paar bij. Ze zijn dus roze, ik hoop dat jullie dat goed zien. En ik vind het van die fijne drinkglazen. Je hebt ze in diverse kleuren, volgens mij heb je transparant, volgens mij heb je ook wel eens blauwe gehad. Ik had dus al 2 roze, dus ik dacht, nou ik haal er gewoon weer eventjes 4 van bij. Dus 1... 2, 3. Ik haal ze ook gelijk eruit, want dan kunnen ze met de vaat mee. En nummertje 4. Dus dat zijn deze glazen. Daar ben ik heel blij mee. Dan heb ik 5 van deze roze mokken gekocht. Ik had er hier al eentje van. En eigenlijk heb ik van alles bijna 6 van mijn... borden en zo heb ik bijna allemaal 6. Ja, 1 bordenset heb ik er 4 van. Maar de rest heb ik eigenlijk allemaal 6 van. En ik vond het leuk omdat deze mokken die matchen daarbij. En ik had er zelf al eentje. Dus ik dacht, nou weet je wat, neem ik er gewoon nog eventjes 5 mee. Ze hadden ze nu nog. Ze hadden eerder ook een slagje kleiner. Die hebben ze niet meer. Daar heb ik er zelf wel eentje van. Maar ik dacht, nou dat vind ik het toch wel handig. Ook als je een keer een grote kop koffie wilt drinken. Of als je een keertje met een verjaardag koffie wilt drinken. Meestal serveer ik het met de schoteltjes mijn koffie. Maar ja, ik vind het gewoon makkelijker om gewoon hier dan ook 6 van te hebben. Dat vind ik dan gewoon net wat netter, zeg maar, staan. Dus... ik heb hier zeg maar de andere 2 en de laatste 2. Ook die gaan straks gelijk mee in de afwas. Dat vind ik wel zo fijn. Dan het laatste item en dat is deze bak. Er hoort ook een deksel bij. Die deksel ligt hier. Die moet je overigens los van elkaar kopen. Bak en deksel. Dan ziet hij er zo uit. Het is een vrij grote bak. Ik wilde heel graag een bak hebben, want ik heb dus wat diamond paintings liggen waar ik nog aan moet beginnen. En ik dacht, ik vind het eigenlijk wel netjes om die gewoon netjes neer weg te zetten voor als ik eraan toe ben. Maar het ligt eigenlijk nu gewoon overal boven maar los en het irriteerde me een beetje. Dus ik dacht, ik wil een bak hebben. Dus wel weer een bak met een verhaal. Want die bakken staan dus allemaal in elkaar gestapeld bij de IKEA. En je krijgt ze dus met geen meter van elkaar af. Uiteindelijk met hulp is het gelukt. Maar ik kreeg het dus niet voor elkaar. Ik moest zo hard aan zo'n bak trekken. Je moet het echt met z'n tweeën doen. Omdat ze zo diep opstapelen. En ze zuigen als het ware een beetje vacuüm. Maar het is best wel een grote bak. Ik weet niet precies hoeveel liter dit is. Staat dat er ook op? Zou handig zijn. Staat er niet op, zo te zien. Hier misschien. Hier zit een sticker. 22 liter bak. Nou, daar kunnen dan wel de diamond paints in. Hou ik wel gewoon ruimte over, maar dat geeft niet. Dit was eigenlijk een beetje de kleinste die ze hadden. Het was allemaal nog groter. Of hij was de kleine die er dan nog was. Die was dan echt nog veel te klein. In ieder geval deze bak. Dus daar ben ik ook blij mee. Dan waren dit de aankoopjes die ik weer heb gedaan bij de IKEA.
ik ben in ieder geval blij met de spulletjes. Ik ben blij dat ik er lekker gebruik van kan gaan maken. Ik heb ook wel zin om weer te gaan klussen. Ik ga dus lekker bezig met de dingen op te hangen en dat soort dingen. Ik hou van altijd wel dat soort projectjes. Vind ik altijd super leuk. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij het leukste item vindt wat ik heb gekocht. Misschien is het jouw stijl niet. Dat kan natuurlijk ook. Vind ik altijd een hele persoonlijke smaak. Ik ben ook wel benieuwd of jij ook graag bij IKEA komt. Of wat jij, dat er misschien is wat je wel eens bij IKEA haalt. Misschien ben je ook wel fan van de glazen of de mokken van IKEA. Ik in ieder geval wel. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online staat en hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!